Zaterdagmiddag werd in Herugowaard onder zeer zonnige omstandigheden ter ere van het 90-jarig bestaan van SVW Kabelpop gehouden. Een bijzonder evenement omdat het aanvragen van verzoeknummers bij radio-uitzendingen behoorlijk ingeburgerd is, maar bij live-concerten toch net even anders voelt. Toch was dat wat er kon en wat er gebeurde. Oud-burgemeester van Herugowaard Han ter Heegde beet het spits af. De oud-burgemeester! Niks meer te vertellen op dit moment. De oud-burgervaarder plaatste niet alleen het eerste verzoek, maar speelde tot grote hilariteit zelf mee op de accordeon. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Ik ben een kind van de beugel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten als het elke dag die je laatste is. Hoop dat je kunt rijden op een verrapen. Kabelpop werd afgesloten door de zevenkoppige spektakelband Dirty Daddies, die in hoog tempo hits op het aanwezige publiek afvuurde, alsof de top 2000 als een tornado over een meezingende, springende en hossende menigte raasde.